Yes, in de les doen we altijd een oversteek. En daarvoor heb je eigenlijk heel veel ruimte nodig. Want ik wil juist altijd dat de passen super groot zijn. Maar ik kan me voorstellen dat je thuis die ruimte niet hebt. Maar mocht je die ruimte wel hebben, of ga je een keer naar het bos of naar het park en heb je alle ruimte om wat dingen te doen, dan ga ik nu een aantal oversteken doen. Met draaien en kicks en sprongen. En die zou je allemaal kunnen gaan oefenen. En die deze oefeningen die ik ga laten zien, die zul je niet allemaal in één keer kunnen. Maar het zijn wel hele erg belangrijke jazzpassen die veel worden gebruikt in alle dansen. Dus er zijn wel belangrijke die je kan gaan proberen, uitproberen, die je kunt trainen. Ik zet een muziekje aan en ik ga allerlei verschillende doen. En probeer ze maar eens na te doen. Doe wel voorzichtig.